50 jaar geleden, in 1972, betrad ik de schrijverswereld. Ik schreef mijn eerste boek. Lezen en schrijven is mijn passie. Al van kinds af aan, lang voordat ik kon lezen en schrijven, intrigeerde lezen en schrijven mij. Ik vond het heel geweldig als ik iemand een gebeurtenis zag opschrijven en later vanuit het geschrevene de gebeurtenis precies weergaf. Mijn interesse voor lezen en schrijven was in 1957 opgewekt door Dr. Dirk Dick Geeskes, de toenmalige gouvernementsbioloog in Suriname, in die tijd ook directeur van WOSUNA, Wetenschappelijk Onderzoek Suriname in de Nederlandse Antillen, en van het Surinaams Museum. In dat jaar, ik was 2 jaar oud, was ik met mijn vader in Paramaribo, die daar werk ging zoeken. Mijn vader en ik, als zijn eerste kind, waren zeer aan elkaar gehecht. Dus ik huilde vreselijk toen hij van de Tapanahoni wegging. En zo nam hij mij mee. Een zeer ongemakkelijke situatie voor hem. Werk zoeken in Paramaribo en dan een 2 jaar kind bij je hebben. Volgens de andere Maroons die toen ook daar in Paramaribo waren, had mijn vader met een kind bij zich geen kans op een baan. Toch vond mijn vader sneller dan de meesten van hen werk. Hij werd in dienst genomen door Dr. Dick Geeskes, die archeologische opgravingen deed rondom het inheemse dorp Mata. Omdat mijn vader geen mogelijkheid had om mij in Paramaribo achter te laten, mocht ik van Dr. Geeskes ook met hem mee naar Mata. Dr. Geeskes nam zelfs speelgoed voor mij mee en op het emplacement stelde hij zijn kok, die een jongere neef was van mijn vader, aan om mij in het kamp bezig te houden als hij en de andere arbeiders in het veld aan het werk waren. Gedurende ons verblijf daar nam ik alles in mij op. Ik registreerde onder andere hoe Dr. Geeskes alles over de opgegraven objecten in een boekje opschreef en hoe hij van tijd tot tijd zijn boekje tevoorschijn haalde en aan zijn arbeiders voorlas wat zij op een bepaalde dag hadden opgegraven en waar. Dat alles intrigeerde mij zeer. De kop van Dr. Geeskes, die zelf geen onderwijs had genoten, had wel het Nederlandse alfabet geleerd en zichzelf leren lezen en schrijven. Ook hem zag ik dingen opschrijven tijdens ons verblijf daar. Als Dr. Geeskes en de rest van de arbeiders in het veld bezig waren met opgravingen, leerde hij mij op mijn aandrang het alfabet. Dus als 2-jarige jongen leerde ik het Nederlandse alfabet al uit het hoofd en ik herkende zelfs de bijbehorende tekens. Hoewel ik pas 8 jaar later, in 1965, op mijn 10e jaar, onderwijs kon volgen, kon ik al in 1963 door mijn eigen inzet goed lezen en redelijk schrijven. In 1964, toen ik 9 jaar oud was en nog steeds geen westers onderwijs volgde, begon ik al met het opschrijven van gebeurtenissen. In 1968, ik was inmiddels 13 jaar oud, zat ik in de 5e klas van de basisschool van de EBG in Albina. In de grote vakantie van dat jaar verhuisde ik naar Paramaribo voor vervolgonderwijs. Maar eerst ging ik, zoals altijd, met mijn vader mee naar het binnenland, naar ons dorp Poketi, waar ik ook gedeeltelijk opgroeide. Het was het seizoen van de grote droogtijd. In het binnenland is er dan altijd sprake van een lage waterstand. Soms zodanig dat rivieren of delen van rivieren helemaal droog vallen, waardoor je over de rivierbedding lange afstanden te voet kan afleggen. Op een dag liep ik van Futupasi aan de overkant van Poketi over de rivierrotsen en door een stukje bos naar de Gaulesula. Tijdens deze voettocht hoorde ik als het ware een soort muziekensemble bestaande uit verschillende klanken van de natuur die samenkwamen
in een prachtig harmonieus geheel. Het bruisende geruis van de gaulesula, het geritsel van de bladeren van de bomen, het gefluit van de vogels en het gezang in de verte van iemand die heel blij bezig was met wat hij deed. Tegelijkertijd zag ik ook de vissen die al spartelend de bijna helemaal drooggevallen beekjes verlieten richting de hoofdrivier met meer water en vervolgens de hoofdrivier stroomafwaarts zwommen. Ik was door dit alles vervuld van een heel sterk, vredig en emotioneel gevoel. Een onbedwingbaar gevoel. Een gevoel dat niet in te houden was. Het moest eruit. Ik moest het uitschreeuwen. Ik kon niet anders. En ik schreeuwde het ook uit. Ook tekende ik het meteen op. Dit uitgeschreeuwd gevoel werd dit gedicht. Mijn eerste gedicht, Bushi Sting, de stem van het oerwoud. Bushi Sting, jouw actie sang ede metang libi in den dipi bushi. Me lafu, ma mine piki yo. Bikami ati no abifuka. So leki den fisi e swing, dongo wan liba gona wan kriki di no vansuma no sabi. Let somi abi wan grong tapu. Di no moksi nanga den die prakseri taki den abi wan moro bon kondre. Toen nog niet wetende dat dit de leidraad zou worden van mijn leven. Tot die tijd, 1968, had ik ook nog nooit gehoord van het woord gedicht of poema, laat staan van de betekenis ervan. Ik hoorde pas van dit woord toen ik in Paramaribo naar school ging. En ik ben het woord gedicht of poema gaan begrijpen toen ik in contact kwam met onder andere Dobro, Robin Raveles, met Srinivasi, Martinus Haridat Lutschman, met Bai, James Ramlal en met Michael Slory. In 1968, ik was 13 jaar oud, rekte ik 2 weken nadat ik mij in Paramaribo vestigde voor vervolgonderwijs de ABJO op, een organisatie van jongeren uit het binnenland. Het lukte mij ook een aantal andere Maroon-jongeren te bewegen om zich aan te sluiten. En zo is er een bewustwordingsproces op gang gebracht bij de Maroons in Paramaribo. In 1970, ik was dan 15 jaar oud, startte ik met het tijdschrift genaamd Siboga, wat gids betekent, waarin ik voornamelijk over de cultuur en geschiedenis schreef van de Maroons, om ook op deze manier het bewustwordingsproces te stimuleren. Dit tijdschrift zou ik 20 jaar later in Nederland voortzetten.